Vandaag vragen we aandacht voor het probleem van geweld en gebrek aan acceptatie van homoseksuelen en transgenders. En dat is nodig, vindt Ronald Mol van Trainbow. In 81 landen ter wereld is homoseksualiteit gewoon nog strafbaar. En in 10 van die landen kun je nog gewoon de doodstraf krijgen op het zijn wie je bent. Ook Ronald heeft regelmatig met discriminatie te maken als hij voor de NS werkt. Helaas, homo is nog steeds een scheldwoord. En dat horen ik en collega's op de trein ook vaak genoeg. Gisteren heb ik dan wel even snel mijn make-up eraf gehaald vanuit Amsterdam naar Rotterdam. En dan doe ik een pet op, zodat je het niet helemaal ziet. Jij gaat niet zo de trein in? Ik ga niet zo de trein in, nee. Waarom niet? Dat vind ik eigenlijk wel eng, ja. De reizigers op het Centraal Station hebben geen moeite met homo's, lesbiennes en transgenders. Ja, ik heb er geen moeite mee. Iedereen mag zijn zoals hij als hij wil zijn. Ik vind een prima dag. Even op de foto met de dames? Nee, ik ga niet op de foto met de dames. Dat gaat een beetje te ver. Inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen hiervoor aandacht krijgen en dat mensen zich bewust worden dat het gewoon normaal is. Iedereen is mens, dus ja, je moet elkaar ook respecteren. Ik moet mijn trein halen, sorry. Ja, oké. Okay. Fijne dag, werk ze.